De Twentse fietsvierdaagse, vanuit Almelo. Het mag weer dit jaar, maar het had wel wat voeten in de aarde. Jos Tornij, kan je er iets over zeggen? Jazeker wel. He, na de jubileumuitvoering twee jaar geleden alweer, de 70ste, hebben we een jaar stilgelegen en nu mag het weer. We hebben er ook alles eraan gedaan om er een coronaproef editie van te maken. En we hopen dat we daar met onze maatregelen aan voldoen. We hebben geprobeerd om het zo coronaproef te maken. 4 dagen fietsen kriskras door Twente is geen probleem, want daar is de frisse lucht volop aanwezig. Maar bij de inschrijving, bij de stempelposten, waar ook maar op opeenhoping van mensen kan komen, daar hebben we gezegd dat moeten we zien te vermijden. En daar hebben we de nodige maatregelen voor genomen. En dan gaat het lukken, denk je? Dan moet het gaan lukken. We hebben nog eens geïnformeerd hoe men dat in Drenthe doet, bij de Drentse Vierdaagse. We hebben het in Tubbergen geïnformeerd en wij hebben, dacht ik wel, een identiek beleid ten aanzien van het voorkomen dat mensen geklonterd bij elkaar zijn. Ja, en hoe gaat het met de inschrijvingen? Hoe willen jullie dat het liefst? We hebben het liefste dat mensen zich aanmelden via onze website almeloevents.nl. Daar kan men zich digitaal aanmelden, daar kan men meteen betalen en dat is op zich ideaal, want dan hebben we niet de opeenhoping van mensen bij een inschrijftafeltje. Er zullen altijd mensen zijn die op maandagavond en dinsdag komen en zeggen ik wil me toch nog even inschrijven. Nou, daar gaan we dan binnen het theaterhotel, binnen de Raffelzaal waar we het centrale punt hebben, gaan we daar maatregelen voor treffen. Om het ook zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo veilig mogelijk. En we rekenen ook op de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Om toch te zeggen, we zijn met een groepje. Nou, dan hoeft niet de hele groep naar binnen toe. Dan kan ook één persoon naar binnen toe. Dat geldt ook voor partners die zeggen, nou, mijn man schrijft wel even in. En dan hoeven we niet met z'n tweeën naar binnen toe. Ja, en waar als mensen hier komen, waar kunnen ze hun auto parkeren? En waar mogen ze hun fiets neerzetten? Hebben jullie daar extra voorzieningen voor getroffen? Ja, dat hebben we zeker, want het is natuurlijk zo dat een heleboel deelnemers komen 's morgens met de auto, hebben de fietsen achter op het rek staan. We hebben dankzij de winkeliersvereniging Centrum van Almelo, Centrum Almelo Actief moet ik zeggen, hebben wij per dag 50 uitrijkaartjes voor de garage die hier achter het hotel aanwezig is, het stadserfgarage. En we hebben ook afgesproken, alle fietsen, we staan hier op het plein voor het theaterhotel, hier komen alle fietsen te staan. Niet in de grote straat, want dan hebben we weer commentaar van de winkeliers. En dat hoeft helemaal niet. Er is ruimte genoeg om hier alles neer te zetten. Ja, wanneer is het precies? De Vierdaagse vindt plaats van 3 tot en met 6 augustus. Dus we vallen nog binnen de periode die nu is afgesproken door het kabinet, waarin er weer een wat verscherpte maatregelen zijn met betrekking tot COVID-19. Maar als het een beetje mee zit, dan gaat het allemaal goed verlopen. Wij denken positief. Het weer is goed, de ruimte is goed, de routes zijn allemaal klaar, die zijn prachtig. En we gaan er gewoon tegenaan. Het is toch een gezellige week. En we hopen dat er heel veel mensen die niet naar buitenland gaan of vakantie zeggen van hé, dit is een weekje waar ik eens Twente ga verkennen op de fiets.